Maar mooi mens. En welkom op Green River. Ja, andere map dan ik oorspronkelijk zou doen. De European map had een... daar is iets fout gegaan. En ja. Kan gebeuren. Toen dacht ik van, hey, Green River is er ook. Hartstikke leuk, mooi plat. Vlak, geen bergen, hartstikke goed, komt helemaal goed. Daar gaan we door met het kleine materiaal. Ja, dat heeft even geduurd. En ja, we zijn inmiddels alweer begonnen met wat groter materiaal en nog groter materiaal. Kijk hier in welke. Waar trailers staan. Volgens mij dat is een opruimwagen en dan gewoon een trailer. Ja, een beetje groot. Hier hebben we nog klein materiaal staan waar ik eigenlijk mee. Dat zou klein materiaal zijn met Mais Plus, maar dat werkt ook niet. En oh ja, de originele trekkers staan er nog. Ja, we hebben van alles door elkaar staan nu. Hier hebben we nog een trekker staan. Hier zit niks in. Oké. Okay. Ja, ik ben hier bezig geweest. We hebben er wel eten in zitten. Daarom is dat ook weer zoiets. Ik had hier dus al eten in zitten. Alleen nog geen mineraalvoer. Dus vandaar dat wij ook nog geen koeien hebben. Mineraalvoer moeten we nog. We hebben al een begin gemaakt met. Dit was van Mais Plus volgens mij. Dit is mais. Nee, silage. Kaf. 0% aan het fermenteren. Ja, dat weet ik, want die liggen er net. En hier staat. Thuis gehoord. Oké. Deze heb ik gebruikt om rolletjes mee te maken. We hebben dus een vrij groot Nieuw-Holland Forage Cruiser met een ja, het lijkt een miniatuurbakje, maar gaat er aardig wat in, gaat een hele rol in en er zit een roller achter. Rolletje. Ja. Dus wij kunnen hier de mais mee hakselen. Hij spuit het erachter in de bak. En vervolgens maakt hij gelijk een rolletje. Alles in één. Ik vond hem leuk. Kijk, dat is wel leuk. Ik zie alleen dat de koppelingen er niet aan zitten. Hoe dat spul allemaal werkt, ik weet het niet, maar het werkt. De aftakkers zit er ook niet aan. Hoe het spul werkt, ik weet het niet. Het moet gewoon waarschijnlijk achter de trekker. Maar ja, het past ook hierachter. Dan krijgen we dus rolletjes. Kunnen we dat laten zien toch? Ja, waarom ga je er gelijk weg? Kunnen we dat gelijk laten zien? Zo. Uitklappen. Nou, er zit nog een beetje kaf in. Pijpje uit. Machine. Ja, klap eerst de pijp pas uit. Oh ja, en deze moet zachtjes rijden. Kilometer tot 6-7. Ligt eraan de hoeveelheid die je erin gooit. We zien ook streepjes die witte streepjes krijgen wij dus niet. Maar omdat ik hier ook weer de combine doorheen ben gegaan. Goed, het rolletje achter wordt gevuld, gedraaid, opgeperst. Daar was ik even mee bezig. En dan moet ik zorgen dat als het erop komt, 1, 2 en weg. Ik moet hem zelf neergooien. Het ei gooien natuurlijk weer.
eruit. Nou, dan komt de volgende alweer. Ja, die moeten dus nog even gaan fermenteren. Dan hebben we weer salage. Ja, leuk apparaatje. Makkelijk om koolballen te maken. Als je, net zoals mij, al die koolballen, als die klaar zijn, dan ze allemaal gaan verkopen. Ja. Nou, we hebben nog een rolletje. Heel mooi. Oh, dat is dus deze. En een stukje naar achteren. Kijk. Dan ligt dat rolletje daar weer. Nou, er zit nog niks meer in. Oh, er zit helemaal niks in. Oké. Nou, dan kunnen we weer andere dingen maken. Het werkt. Je hoeft niet alle slangen aan te sluiten. Je hoeft de aftrekkast niet aan te sluiten. Het werkt. En daar ging het om, toch? Dus deze rolletjes moeten we nog even fermenteren. Ja, die moeten we nog wel even van het land afhalen. Dan heb ik ook nog hier ene staan die mais haalt. Wat is met de mais? Oh ja, dat was ook nog weer voor mais plus. Ja. Ja, dat was eigenlijk mais plus gebeuren. Hier dan. Ook voor mij, die is voor mij. Jo. Sorghum. Oh, sorghum. Oké. Oké. Daar hebben we tarwe staan. We hebben hier een trekker staan. Ja, dit, hier hadden wij een schuur neergezet. Watertankje en vierkante balenpers. Ja, dat is heel erg goed voor hieronder. Oh, hier staat deze ook nog. Ja, ik had op een gegeven moment zoiets van... ik kan hier wel gaan rollen. Landbouwkalk nodig. Ja, maar dat heb ik. Dat heb ik. Ik heb alleen geen strooier. Ja, ik was met deze aan het rollen. En ik was ongeveer hier. Pak er al stroomvloven. Dat duurde zo lang. Dus toen hebben wij deze gekocht. Of gehuurd. Deze hebben wij deze ga ik even snel terugbrengen. Oké. Ja, we hebben huur niks aan. Orange pickup. Het zal. Deze is dus wel van mij. Oké, die kunnen we dus gewoon verkopen. Denk ik. Hier hebben wij een bak. Daar zit kaf in. 100% geperst. Tuurlijk, want we hebben de shovel, hè. De shovel. Oh, die moet ook naar de andere kant heen. Kijk, daar staat... hij lijkt klein, maar hij is zwaar. We hebben... een beetje stro, weet je maar hoor. En heel weinig. Wat is dit? Silage. Kuilvoer. En hooi.
Dan kan die kuil voeren daar misschien hier ook wel weer. Dan krijgen we gewoon weer vierkante pakken. Dan hoef ik alleen maar een ronde gebeuren te halen. Te huren. We hebben hier landbouwkalk. 99.999 liter. En we hebben nog 540 stenen. Hey. Hij zit dus vol. Hier hebben wij een aardappelopslag. 54.424 liter. Deze openstaat. Kijk, instel de shoot. Nou, dan gaat de shoot erin. Dan kun je dus dumpen. En dan gaan we weer op de iskant staan en dan gaat hij eruit. Laat ik die open. En ga ik hier staan. Dan gaat de drop uit. Als ik een karretje eronder zet, dan gaat hij weer leeg. Hop. En die komt er weer naast te staan. Dat is toch leuk? We kunnen zelfs de deur openen. Kunnen we naar binnen gaan. Kijk, hij zit helemaal vol. We de fiets erboven gangen, want een fiets hebben we nodig, hè. We hebben een pallet met een... Ik ga niet zeggen dat we een winkelwagen hier op liggen. Deze pit is ook iets anders dan anders. Die staat in silo's. En dan scrollen we even door naar de silo's. En dan hebben we hier de silo. Oh, dit is er ietsjes groter. Dat had misschien ook wel gemogen. Dat is al aardig groot hoor. Ik wil er zo'n kleintje bij zetten. Kijk, die tikt niet. Tikt daar zo tegenaan. Even een beetje beton ernaast gooien. Of asfalt. Nou, dan moet ik even uitkijken dat ik het niet weg ga veeg. Kijk, als ik nou hier ga vegen, dan veeg je het weg. Nou, is ook niet zo erg. We vegen het een keer weg, is niet zo heel erg. Deze silo's passen dus alles in. Of ik er nou stro in gooi, hooi, sorghum, zaden. Dat zal ik dus laten zien. Silo's. Hoor naar de silo's. This bunker can fill your leftovers. Use of leftovers. Dus als je te veel gras hebt. Te veel kaf, te veel zaden, te veel rommel. Leftovers. Daarvoor zijn die bunkers. Nou, dan heb ik er ook nog twee ook. Ja. Wat hebben we hier nog meer staan? Deze past alles in. En hier is... die is leeg. Ah, dat is ook fijn. Ja, kijk, hier hebben we... Weet ik niet. Kalk. Canola. Nou, misschien zaden en kunstmest volgens mij. Dus ja, dit is wat wij momenteel bezitten. Dit land toch ook? Ja, van jou, tarwe. Waarom loop ik nog steeds zo langzaam? Twee keer. Dan lopen we ietsje sneller. En hier moest kalk op. En hier zat gras. Oké, gras. Dus ja, dit is de map waar wij nou een beetje... met groot materieel. Ja, het kwam ook door deze hoor. Nou, die stenenraper uitproberen. Ja. Ondertussen hebben we... Oh ja, deze moet ook nog geperst worden. 8% geperst. Dit is eigenlijk eentje die we ook gebruiken voor de kleinere materiëlen. Dus die gaat nou
niet gebruikt worden. Nee, want we hebben allemaal groot materiaal. Maar de koeienstal het mineraal voor moeten hebben. En dan hebben we hier nog een trekker staan. Dus ja. Dat is het eigenlijk. Oh, we gaan die. Wat is dit? Dit is ook gewoon een kraan. Waarom heb ik er nou twee van? Ik heb hier één staan, toch? En daar één staan. En dan heb ik aan de andere kant ook nog een grote trailer staan. En hier hebben we dat rare ding staan. Dan kun je bij dingen oppakken, geloof ik. Ras. Dat gaan we toch ook niet? Daar hebben we een opraapwagen voor. Zo zie je maar, ja, soms hebben wij vrij veel materiële. Ja, hier, 2. 91. Sorry. Kom al weg, ja. Ja, dat is goed. Die kan wel weg, ja. Ja, die kon wel weg. Nou, dan hebben we 2 trailers. 3 trailers. Die heb ik ook nog niet gezien. Weergeven op de kaart. Ah. Dat is wel een leuke trailer trouwens. Met een mooie naastrijden. Leeghaald. Die staat nog bij de winkel, joh. Kijk dat nou. Die staat nog gewoon bij de winkel. Oké. We hadden dus meer dan wat wij dachten. Ik zat weer aan de knopjes, sorry. Ja. Ik moet niet altijd aan de knopjes zitten. Het wordt een toetsenbord, hè. Toetsenbordknopjes. Ik heb het stuur helemaal vastgezet. Er gaat geen kant meer op, hoop ik. Hoop ik. En je weet maar nooit wel, hè. Als je een beetje hard aan het stuur rukt, dan kan hij alle kanten opvliegen natuurlijk. Maar goed. We hebben dus ook een Joske. Ja. Kunnen wij ook wat meedoen? De Mais Plus heb ik nog niet helemaal opgegeven hoor. Nee, we zijn er nog wel mee bezig. We gaan daar nog wel mee door. Alleen wel met een kleine machines. En hopen dat het dan even wat beter wordt. Ja, goed. Dit is dus waar we nou mee bezig zijn. Wat gaan we nou eerst even niet doen? Die kan weer weg. We hebben een werkplaats. Oh ja, ik heb een ronde balen ophaal. Pakken. Verzamelaar nodig. Kijk, die kunnen ook ronde balen. Maar deze keer, autolood is beter, hè? Ja, autolood is beter. Of die kunnen 24 balen op. Ja, deze is goedkoper. Maar is wel weer schamel. Deze niet. Nee, we gaan er geen haakselbak noemen.
Nee, geen blauw. Oh god, nee. Ja hoor. Pandjes. Even inzoomen op pandjes. Ja, nou, prima. Goed. En dan ga ik die nog even ophalen. En dan zal ik die balen ook weer kijken of ik ze hierin kan krijgen. Dat wil natuurlijk niet. Want die zijn nog niet gefermenteerd. Slim. Heel slim. Ja. Goed mensen, ik ga nog even wat spul verkopen hier. Ik denk dat ik al die kleine trekkers even ga verkopen. Ja, ze kunnen wel doen. Ja, dat gaan we doen. We gaan al die kleine trekkers verkopen. We gaan alle kleine materialen verkopen. Spullen wat we niet hebben, wat we niet nodig hebben. Want ja, zoveel een grote bak cent hebben we ook nog niet. Dus dat gaan we even doen. En dan gaan we eens kijken wat we de volgende keer gaan doen. En als ik de kleine kaart voor de kleintjes klaar heb, dat zou ook wel heel erg fijn zijn. Beetje leuk. Ja. Want dan gaan we wel door op Green River. Alleen we gaan niet door met groot materieel misschien. Of het groot materieel moet leuker zijn dan het kleine materiaal. En ik moet dan ook Mais Plus goed onder de knie zien te krijgen. Ja, die willen we natuurlijk wel als alle bugs eruit zijn. Dat willen we dan even zien. Nou, dat was hem. Ik dank jullie allen voor het kijken. Duimpje, vragen, opmerkingen, alles kan hieronder. Abonneren zou ook heel fijn zijn. Helpt altijd. En voor de rest zeg ik mensen bedankt voor het kijken. En ik wens jullie allen een hele prettige voortzetting. En tot de volgende keer. Mooi.